Hey, welkom in een nieuwe aflevering van Belmoro.tv. Zometeen trekken we naar Brussel en maak je kennis met de eco-friendly shop Halleluja. Maar eerst krijg je een exclusieve preview van de prachtige collectie van Lanvin voor H&M. De collectie van Albert Elbaz voor H&M is echt typisch Lanvin, met heel veel verwijzingen naar de catwalk. Denk aan pofmouwen, oversized bloemenprints, taillebanden in elastiek of zijden linten en aan miniskirts. In de collectie vind je kledij voor zowel vrouwen als mannen, maar ook fantastisch mooie accessoires zoals handschoenen, lipstiften, zonnebrillen, handtassen, kettingen, armbanden, broches en beeldige schoenen. Voor 2,5 euro koop je een designertas van Lanvin en 30% van die opbrengst gaat naar het project All for Children van UNICEF en H&M. Ik heb reden genoeg om te gaan kamperen voor de H&M-stores, want vanaf dinsdag 23 november ligt de collectie in de winkels van Brussel, Antwerpen en Hasselt vanaf 8 uur 's morgens. Succes! Wil jij ook gespot worden op straat en kans maken op een kledingsbon van Vero Mora en Pieces? Stel me dan zeker jouw stylingsvraag via belmoro.tv. Vandaag geef ik een antwoord op Maxi versus Mini, maar eerst trekken we naar Halleluja, de hemel op aarde voor eco-friendly fashionistas. Ecologisch en politiek correcte kledij niet hip, niet als het van Halleluja afhangt. Halleluja is de nieuwe shop van Sonja Noël, bekend van de legendarische Brusselse boutique-stijl. Het is een echte eco-paradijs voor fashionistas. Halleluja verkoopt kledij en accessoires voor modebewuste eco-liefhebbers. Bij het aanbod aan ontwerpers vind je designers die bijvoorbeeld bestaande kledij recycleren tot een hippe jas of accessoire. Ook milieuvriendelijke materialen als organisch katoen en wilde zijde worden vaak omgetoverd tot prachtige creaties. De resultaten zijn verbluffend, chic, vrouwelijk en meer dan ooit draagbaar. Ook gespot bij Halleluja zijn de hippe tassen van het Zwitserse Freitag. Gemaakt van industriële dekzeilen met als resultaat uberstylish chique tassen. Hallo, ik ben Loes, ik ben 19 jaar. Ik studeer laboranten in de farmacie. Ik haal mijn inspiratie van mijn kledij uit het programma Gossip Girl. Ik vind dat ze daar heel mooie en verschillende stijlen en kledij hebben. Ik zou mijn stijl zelf omschrijven als goedkoop, maar toch heel stijlvol. Hey Tian, ik heb heel veel streetblogs dat modellen lange jurken dragen. Hoe moeten we dat juist combineren? En wat met korte rokjes in de winter?
Loes, lange rokken zijn heel erg hip deze winter. En het goede nieuws is dat je ze ook nog kan blijven doordragen naar de zomer toe. Want ze waren allemaal aanwezig op alle catwalks. Hoe combineer je nu zo'n lange rok? Wel met korte bovenstuks, zoals een kort truitje of een pilotenjasje. Je werkt het geheel af met bijvoorbeeld lange kettingen en lange sjaals en klaar ben je. Wat de minirok betreft, die zal er altijd in blijven. En je ziet zelfs heel erg korte rokjes die je dan gewoon kan stylen met donkere matte kousen, lange laarzen of pumps. Ideaal voor de koude wintermaanden. Met Belmondo.tv zet ik graag jonge creatievelingen in de spotlight. Say hello en maak kennis met Caro Doge en haar zeer vrouwelijke creaties. Ik ben Caro en mijn merk is London in the Rain. Mijn collectie bestaat voornamelijk uit t-shirtjes, rokken en handtassen. Het is redelijk speels en ik gebruik redelijk veel kleurtjes erbij. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. Ik maak mijn stuks allemaal zelf. Ik ontwerp ze zelf en de uitvoering is ook voor mijn eigen. Het is natuurlijk een droom van elke ontwerper om het in een eigen winkel te kunnen verkopen. Maar ik weet niet of dat het in de toekomst mogelijk is. Ik ben ongeveer 2 jaar bezig en momenteel is mijn collectie nog niet te koop, enkel op van die marktjes en zo. Maar het is wel de bedoeling dat ik dat ergens ga kunnen verkopen of via internet of zo, maar daar ben ik nog niet volledig uit. Vandaag duik ik met In de Closet in de kast van Tinia. Hello. Hallo. Eleba. Kom maar binnen. Dankjewel. Xenia, ik ben alvast in je kast gedoken, maar vertel eens met wat kan ik jou helpen? Wel, zoals je ziet, heb ik nogal veel dezelfde tinten in mijn kleerkast dan je. Ja. En soms lijkt ik dan zo één kleur. Ja, het zijn zachte tinten en die combineren eigenlijk ideaal met zwart. Ja. Maar omdat zo van die frille bijvoorbeeld blouses zijn, moet je die gaan combineren met zwart leer bijvoorbeeld. Ja. Ik heb gezien dat je een heel toffe legging hebt hierachter met structuur. En als je dat bijvoorbeeld gaat combineren met dat blouse, dan zorg je al direct voor een totaal andere look. En dan zorg ik zo meteen voor de finishing touches van accessoires, want dat gaat er natuurlijk ook wel belangrijk bij zijn. Hey boy, hey. Hey girl, hey. Hey boy, hey. En wat vind je er al van? Dat is veel beter, ja. En uiteraard nu nog de accessoires aan, ja. Dat is voor de finishing touch. We gaan eerst en vooral een ceintuurtje aanbrengen, want we willen ook wel een beetje figuur zien. En wat dat hier zeker op mag, is een zwarte blazer. Gewoon laagjes boven elkaar te dragen. Dus een mooie, smalle ceintuur. Deze keer wel een beetje ter hoogte van de heupen, want anders gaan we hier een beetje vastzitten. En wat ik ook mooi vind hierbij, is om een klein beetje girly te gaan in de accessoires. Gebruik je af en toe een diadeem? Nee, ja. De bedoeling is eigenlijk dat je diadeem, dus dat een beetje bij wijze van headband wordt. En dan heb je een mooie combinatie van toch weer al een beetje het stoere van je legging, gecombineerd met die zachte vrouwelijke kleuren van je blouse en dan de collier. En op die manier zorg je elke keer voor die contrast. En ik denk dat dat wel hetgeen is dat je een beetje in je garderobe zoekt ook altijd. Hè. Dat is al look nummer 1. Hoe kan ik jou helpen met je tweede outfit? Ik heb dit ooit online gekocht op eBay. Mm-hmm. Dat is een leren visje. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet dragen zonder zo'n beetje zo'n motorchick-achtig iemand te lijken. Sowieso weer al ideaal eigenlijk om op die vieux-roze tinten te gaan combineren. Het kan perfect eigenlijk ook op je tuniek, maar dan zou ik bijvoorbeeld de ceintuur wegnemen. Want dit zorgt ook alweer voor taillering, voor vormgeving van het lichaam. Maar wat mij leuk lijkt, is om dit te combineren met zo'n hemd. En wat je hier zeker mee moet doen, is eigenlijk de mouwen opstroppen van zo'n hemdje. Omdat het dan iets jonger wordt. En als we de mouwen opstroppen, dan komen de armen bloot. En dan stel ik voor dat we dan gewoon in armband overdrive gaan. Misschien dat er nog iets ontbreekt. Eigenlijk een toffe baret. Ja, voor de Parisian look. Oké, en als je uitgaat, buiten komt, gaat het natuurlijk een beetje fris zijn. Dus we gaan weer al een jas of een blazer moeten dragen.
En de very ultimate finishing touch is een klein beetje nep. En wat heb ik, Xenia? Inderdaad, ik vind de armbanden heel mooi en dat maakt mijn simpele look toch heel groot en specialer. Ja. Ja. En je mag het allemaal houden? Oh, want je krijgt alle accessoires van Veritas allemaal mee. Ja, dat is heel tof. Dankjewel. Dankjewel. Leuk. En als je thuis nog meer vragen zet, surf gewoon naar domoro.tv. Schrijf je in en wie weet kom ik wel in jouw kast. Schrijf je dus zeker in met In The Closet en wie weet kom ik binnenkort met heel veel Veritas accessoires bij je langs. Tot snel en veel succes. Opgepast, ladies, ik heb het even over het gevaarlijkste magazine voor shopaholics. Deze maand in Glam met 283 winter must-haves, van puntschoenen tot kanten kousjes. De mantel is so last season, ga dit najaar voor een cape. Check de Glam at Richlist met de rijkste modellen van het moment. Glam at sprak met hot girl Eliza Doolittle en jawel, pretty growing older boy Justin Timberlake. Je ontdekt het allemaal en veel meer deze maand in Glam at Richlist.